ben Mira en ik ben voornamelijk portretfotograaf en ik heb eigen studio. Ik mag vandaag een dagje meelopen met Brendan Leclerc. Ik weet nog niet wat me staat te wachten hierachter, maar ja, ik ben heel benieuwd. Hallo. Hoi. Hoi Mira. Hi, Brendan Leclerc. Welkom. Hoi, welkom in Studio Duinrust. Jij gaat vandaag met mij meelopen. Hè? En wat we eigenlijk gaan doen is, we gaan portret schieten. We hebben Bente als model en Nadjeer hebben we als model. Gaan we beweging doen, gaan we met scherpe diepte werken. We hebben ook hele lichtsterke lenzen hebben we hier natuurlijk. Vandaag mocht ik schieten met de A74 van Sony. Met daarop de 85 mm G-Master. Dus dat is een nieuwe lens voor mij. 33 megapixels, een dynamic range van 15 stops. Burst van 10 frames. Hij is lekker energiek, dus dat werkte goed mee. Ik had er echt meteen zin in. Kijk, dit is ons mannelijk model. Dit is Nadjeer. Ik wil je het onderscheid laten zien met flits en zonder flits. Het eerste beeld is portretten, headshot. Hè? Zonder flits ligt allemaal. Puur met een lichtsterke lens, 85 mm, 1.4. Zie je wat er al gebeurt? Gaan we dezelfde instelling doen, dezelfde erin kijken. Kijk, prachtig. Ik mis iets. Al is het alleen maar een headshot, zal ik altijd, al heb ik daglicht, zal ik altijd flitslicht toevoegen. Dat doe ik dus nooit. En vertel waarom niet. Ik ben het eigenlijk niet gewend en ik pak eigenlijk inderdaad vooral dicht op het raam. Oké, ga je gang. Laat mij eens zien dan zonder flitslicht hoe jij dit zou aanpakken. Nou, heel belangrijk, ga ik meteen dit doen. Je pakt de camera, yeah. Ik begrijp het, mm-hmm. En je wil meteen gaan schieten. Ik wil connectie hebben. Mag je recht in de camera kijken? Dan moet je een heel klein stukje kin omlaag. Ja, wat ik altijd, zelf altijd heb met shoots, is dat ik best wel stil ben. Dus voor mij is het wel leerzaam om meer interactie, dus ook meer emotie uit het model te halen. Ja, leuke headshot. Ik voel een vertrouwen. Ik voel al vertrouwen met de camera, vertrouwen met Nadjeer. Ja, en het mooie is, ik heb al heel stiekem even meegekeken, is dat we met het licht wel een klein beetje iets missen. Dus dat ik wel straks een toegevoegde waarde heb. Gaan we naar beeld 2. En dat was met de flitser natuurlijk, hè? En de lichtmeter. En met de jas, de truc met de jas. Ik heb een leuke gimmick, ik heb Nadjeer hebben neergezet en we gaan zorgen dat zijn jasje over zijn schouder als het ware valt. En dan zie je ook zeg maar, al die frames zie je daar binnen te komen. Ja. Nou, de combinatie is heel mooi, want we gaan met flitslicht werken. Hè, want je ziet, het is al een stuk donkerder geworden. Voor jou de taak straks om het jasje te gooien. Oké, en hoe wil je dat? Je mag op het bankje gaan staan. Ja. Durf je het aan? Deze oude man durft het aan. Okay. Ja. Eén, twee, drie, go. Alsof er gewoon iemand in zit. Ja. Ja, we hebben gekozen om een high speed in te stellen, zodat er gewoon veel foto's achter elkaar worden gemaakt. We hebben hem gewoon spot on. De combinatie met de snelle camera en de snelle flitser maakt het tot een mooi eindproduct. Maar last but not least hadden we ook nog de eye autofocus, de eye tracking hadden we. Ik zag je ook met de dag zag je groeien, ook hoe lekker je met de camera omging. En het contact met het model en met mij, dus team effort. Ik heb de lamp heb ik iets naar achteren gebracht, ja, om de light spread zeg maar, groter te maken. Mm-hmm. En zeg maar, ons ruimte te geven qua licht. De sluitertijd hebben we nu weer op een 80 gezet, 2.0, ISO 200. Nu is het belangrijk, nu gaan we met die eye autofocus, die eye tracking doen. Ik heb gezegd op het rechteroog scherp stellen. We laten Bente van de achterkant teruglopen en die zwalkt een beetje naar ons toe. Nadjeer is onscherp, dus die wordt als het ware als een prop gebruikt, dat het een beetje spannend beeld wordt. En dan gaan we beginnen. Gaan we iets meer naar achteren, Bente. En dan gaan wij eventjes, ik ga proberen om in contact met jou te komen. Oké, ik heb je. Kom maar, gaan we door. Kom maar. Oké, blijf stil, stap je naar achteren. We hebben de eye tracking focus gedaan, dus die werkt echt super goed. Ja, je hebt gewoon goed het model te pakken.
Hij is super scherp en hij werkt super fijn, vooral voor portret. We hebben hem. Helemaal goed. Ik vond het super leuk om met Brendan te werken. Hij is lekker energiek, dus dat werkte goed mee. Ik had er echt meteen zin in en de spanningen waren weg. Gaaf, heel gaaf. De interactie vooral met de modellen is voor mij wel een dingetje om beter mee om te gaan. Dus dat is zeker iets wat ik wil meenemen. Ik heb ontzettend genoten. Ik ook. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Een kleine bewerking mag er natuurlijk in zitten. Maar zoals ik terug heb gekeken in de beelden, hebben wij de beelden over 95%. Is hij gewoon goed, belichting is goed, compositie is goed, scherpte is goed, noem maar op. Mijn favoriete setting van vandaag is denk ik toch de laatste. Met Bent en Nadir samen. Dat Nadir er eigenlijk een soort als bodyguard bij stond. En Bent is natuurlijk gewoon prachtig. Echt de lead nam je gewoon. Je hebt goed opgelet. Wat ik gewoon heel fijn vond is dat je niet het statische waar ik in ben geëindigd, dat je dat hebt gekopieerd en van oh daar hou ik me aan vast. Je dacht van ik doe lekker mijn eigen ding. Leuk om hem bezig te zien en veel kennis. Dus ja, dat was echt een leuke dag.